Gouden tips voor literaire veelvraten. Het internet als goudmijn voor de boekenfan. Aanschouw de Homo literatus, beter bekend als de boekenworm. Een speciaal soort mens die zijn geest liefst voedt met nieuwe literatuur. Maar hoe verloopt die zoektocht naar het nieuwste literaire hapje? Wel, volg vooral mee en ontdek het zelf. Lang geleden vormde het vinden van een goed boek soms een hele uitdaging. Bibliothecaresses met slechte smaak, familieleden met te specifieke voorkeuren of buren die gewoon televisie kijken al gek genoeg vinden. Het aanbod was soms echt beperkt. Vandaag bestaat voor dat probleem echter dé oplossing. De lezerscommunities die je kan vinden op het internet. Dit zijn websites of online groepen waar een groot aantal lezers samenkomt om hun eigen boekentips met anderen te delen. Veruit de bekendste is de site Goodreads, maar er zijn er nog veel meer. De groepen variëren van heel algemeen naar meer niche, zoals bijvoorbeeld een groep waar enkel chicklit in besproken wordt. Ook op sociale media worden gretig tips uitgewisseld. De grootste Nederlandstalige Facebookgroep voor literatuurliefhebbers is die van Iedereen leest, wat lees jij? Wat deze grote groep de moderne lezer kan bieden, luister even mee. De Facebookgroep van Iedereen leest is een waar paradijs voor de leesfanaat. Er is ruimte voor alle tips, discussies, vragen. Vertrek je bijvoorbeeld op vakantie, maar heb je nog geen idee welk boek je kan meenemen? Vraag dan zeker de raad van je medeboekenliefhebbers. Zij zullen met veel plezier hun favorieten met jou delen. Krap je liever zelf in je pen om een recensie te schrijven, dan kan dat natuurlijk ook. Deel deze dan achteraf, zeker in de Facebookgroep. Ben je misschien gek op winacties en gaat er voor jou niets boven een gloednieuw boek als prijs, dan ben je hier aan het juiste adres. Of discussieer samen met de andere groepsleden over boeken en lezen. Geef jouw gouden tips of deel je ongezouten mening. Soms komen die complimentjes zelfs rechtstreeks bij de auteur terecht. Zo ziet bijvoorbeeld Chris van Steenbergen in de Facebookgroep. In de groep van Iedereen leest kan je altijd terecht voor nieuw leesvoer. Je kan er als al dan niet vervente lezer telkens weer je hart ophalen, dus neem zeker een kijkje.